Hartelijk welkom bij DEP-TV. Dat is een programma waarin we iedere aflevering een nominatie bekendmaken voor de... Dio Raften Jongeren Literatuurprijs. Nu is het zo dat we elke aflevering één boek bespreken en daar hebben we één minuut voor, dus we moeten snel zijn. En welk boek bespreken we dit keer? Het is Het Land van Aukeline Weverling. Ja, het boek gaat over Betje. En Betje woont in een soort van idyllisch Nederlands landschap, waarin alles een beetje saai maar gaat. En dan komen de buitenlanders en dan poof, alles verandert. Gekkenhuis. Maar in plaats van dat het ten goede verandert, dus dat ze denken, hé, eindelijk wat letterlijke kleur in de omgeving, vinden ze het helemaal niet leuk, die verandering. Nee, en dat is gek, want Betje klinkt eerst als iemand die gewoon open staat voor verandering. Was er maar verandering en dan komt de verandering en dan in één keer draait ze om naar iemand die tegen de verandering is. Haar plek in het dorp, in de gemeenschap wil ze behouden. En heb je uiteindelijk, als het boek uit is, dan toch nog liefde voor Betje? Nou, ik vond Betje wel een beetje een trut. Wat ik leuk vind aan het boek is dat het een hele bijzondere schrijfwijze heeft. Dat is anders en dat vind ik wel leuk om een keer wat anders te lezen. Het voelt een beetje kinderlijk en dan in één keer komt de rauwe werkelijkheid naar voren in een hele heftige scène. En dat vond ik wel vet. Ik kan wel aanraden aan de mens. Maar dan alleen de Ubermensch. Dus alleen de Ubermensch. Ik wil wel even dat je die kaft heel laat hebben. Sorry, ja. Maar goed, dus stel je voor, je wil stemmen op je favoriete boek, dan kan dat op dep.nl. En waarom zou ik stemmen, Dennis? Nou, leuk dat je het vraagt. Klopt. Ga naar dep.nl en stem op één van de 10 genomineerde boeken en maak kans op een e-reader. Waar ze allemaal op staan. Alle boeken. Op een e-reader.